Sowieso. Ja, het was een pittig examen voor mij. Ja, ik had geoefend. Daar ging het toch wel beter voor mijn gevoel dan nu. Het kan ook heel veel beter zijn gegaan dan ik dacht. Maar tot nu toe niet heel positief. Gelukkig staat Jelle er goed voor, dus hij kan wel wat leien. Zijn examens zijn overigens niet gewoon in de gymzaal, maar in de congreszalen van Corpus. Doordat wij extern gaan, kunnen we andere leerlingen op school laten komen. Dus door deze 188 leerlingen in Corpus te settelen, kunnen we 188 leerlingen in de lokale plaatsen. En onder andere de gymzalen worden nu gebruikt als leslokalen. Leerlingen mogen hun examens spreiden over 2 tijdvakken in plaats van 1. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak toch volledig examen doen. Op onze school merken wij dat eigenlijk nagenoeg alle leerlingen gebruik maken van die eerste shift. Omdat ze niet de zekerheid hebben of ze ziek zullen worden. Ook denk ik doordat niet nadrukkelijk er achterstanden waren. Wij zien eigenlijk een beperkt aantal leerlingen, echt een aantal leerlingen die daar gebruik van maken. En om hele goede reden dan voor die leerling. Jelle herstelt verbazend snel en leert zijn les uit vandaag. Ik weet nu wel wat ik niet en wel moet doen. Laat ik zo zeggen, ik begon te twijfelen aan alles in het examen zelf. En toen, dat neemt alleen maar tijd in beslag. Dus eigenlijk moet je gewoon lekker doorgaan. Gewoon ritme houden en dan gaat het een stuk beter. Ik denk dat de emoties vooral komen op het moment dat ze dit pand verlaten. En op het moment dat ze misschien kennis nemen via internet van de mogelijke antwoorden. En de afwijkingen van hun eigen antwoorden. Dus wij krijgen dat niet nadrukkelijk mee. We horen af en toe wel de gesprekken van de leerlingen onderling. Maar de echte emotie, nee, die krijgen wij hier niet of niet mee. Ga je vanavond doen? Heel veel slapen en een beetje chillen. Fijne dag nog, hè?